1974, 2024. Oftewel, we zijn 50 jaar verder met het Merlet College. En daarom is hier vandaag een grote reunie van al die oud-leerlingen, oud-leraren. Er hebben zich zo'n 1200 mensen al aangemeld, dus wie weet hoe druk het hier wordt. Wij gaan een kijkje nemen. Staan we hier nu bij een van de trotse directeuren, want het Merlet College heeft er maar liefst twee. En u bent de heer? Ik ben Hamid uit Ungar, een van de directeuren van het Merlet College inderdaad. Ja, nou meteen de vraag dan, waarom heeft het Merlet College twee directeuren nodig? Omdat het een grote school is, omdat het bestaat uit vier locaties. Dat is de reden dat wij een rector hebben en twee directeuren. Nu hoor je wel eens zeggen van, nou, middelbare schoolleeftijd, dat kan de angst van je leven zijn, maar het kan ook de leukste tijd van je leven zijn. Hoe denkt u erover? Nou, het feit dat wij vandaag op 1400 mensen rekenen, betekent inderdaad wel dat dat de mooiste tijd, de mooiste fase van het leven van die mensen die hier vandaag aanwezig zijn. Dus dat geeft heel veel aan. Ja. Ja. En het is leuk om elkaar weer te zien. En voor de rest is het vrij lopen en elkaar ontmoeten. Ja. De ontmoeting is waarschijnlijk heel belangrijk, want ik denk dat heel veel mensen, heel veel leerlingen, niet eens op deze school geweest zijn, of wel? Dat klopt. Dit gebouw is voor heel veel leerlingen nieuw. En dat maakt het ook speciaal. Ze maken wel kennis met het nieuwe gebouw, maar ook wel met hun, ja, nog steeds met hun oud-klasgenoten en oud-docenten. Dus het gaat niet zozeer om het gebouw, maar het gaat meer om de sfeer, de cultuur en wat ze in het verleden hebben meegemaakt. Dat zien ze hier weer terug. Ja. Er zullen vast wel mensen hier zijn die 50 jaar geleden bij het ontstaan van het Merlet College ook hier vandaag aanwezig zijn. Ik weet wel gisteren hebben we ook een officiële reunie, zeg maar. En daar zaten ook wel docenten, oud-docenten, die bij het ontstaan van het Merlet College toen ook aanwezig zijn. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, wij gaan dan maar eens kijken wie we tegenkomen hier vandaag. Wees welkom. Ja, dank u wel. Meneer hier die zegt, ik heb er helemaal niks mee te maken, maar weet u wat hij ook vertelt? Uw vader? Die was de oprichter van de meisjes-MAVO in 1959. Okay. En daaruit is het Merlet College ontstaan, uiteindelijk. Ja. U zegt, uw vader is eigenlijk een van de grondleggers van deze school. Hoe heet uw vader? Bernard Wensing. En kwam hij ook uit Kuik? Nee. Wij kwamen uit het westen. In 1959 zijn wij verhuisd van Utrecht naar Kuik. Kijk. En toen is hij begonnen met twee klassen voor de meisjes MAVO, meisjes MULO was het in die tijd. Ja. En zo is het langzamerhand opgebouwd. Maar u komt toch even kijken van wat er van het werk van uw vader terecht is gekomen. Ja, ik heb dat nooit gezien, dus het is erg interessant om even rond te kijken. Het is alleen erg druk met heel veel mensen die ik absoluut niet ken, dus dat is altijd wat lastig. Ja. Maar nee, het is leuk om hier te zijn. Ja, goed. Ja. Dan wens ik u een prettige dag. Oké, okay, dankjewel. We hebben met een paar jongens afgesproken hier om vandaag te komen. Dus zo een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben, dus dat is leuk. Ja, dus eigenlijk is het meer een reunie van een vriendengroep als van het hele Merlet? Ja. Ja, voor ons wel, denk ik. Ja. Nou, fijne dag. Ja, dankjewel. Dames, jullie zijn druk bezig met foto's te bekijken. Heeft u zelf al gevonden? Nee. Is dan een jaar dat wij hier zaten, nou ja, hier. Waar ik zeg,
Daar zijn geen foto's van. Daar zijn geen foto's van? Nee. Zo oud zijn jullie toch ook nog niet? Ja. Nee, wij zijn heel jong. Ja. Maar wij hebben nog gezeten in de Irenestraat Park, zegt. Ja. Dus eerder dat het begon. En wij hebben niet in deze locatie, we hebben naar de rand in die barakken gezeten. En wat zoekt u hier vandaag? Kijken of we mensen van toen terugvinden, maar die zijn er ook niet zo heel erg veel. Nee, nog niet gevonden? Niet echt, nee. Nee. Heel weinig opgaven van onze jaren. Ja. Heel nou, weinig. Gewoon blijven zoeken. Hè? Misschien komt u ze zo nog... Anders kijk eens aan de bar. Oké, zullen we gaan doen? Ja. Doen we. Graag gedaan. Succes. Wij kennen niet al die mensen, maar één daarvan kennen we wel. Een leraar. Dat klopt, Johan van Hoof. Ja, u mag hier ook rondlopen vandaag, hè? Ja, als, eigenlijk nog als medewerker. Want ik ben nog even werkzaam op mijn netcollege. Dus ik krijg heel veel bekende. Alleen ik herken ze bijna allemaal niet meer. Nee, zijn mensen zo veranderd? Ja, de meesten zijn echt enorm veranderd. Nou ja, u heeft waarschijnlijk wel ook wel heel veel leerlingen gekend ooit, hè? Ja, we hebben toen straks even mijn collega het een beetje zitten inschatten. Maar ik denk dat er dat ruim 4000 zijn die ik ook echt les heb gegeven. Zo, ja. Dat is heel wat. En over hoeveel jaren praten we dan? Ruim 43 jaar. Dat is ook een hele tijd, hè? Ja, dat is heel lang. Ja. Het is bent, vol op Malet. Bent u nu een van de oudste medewerkers van het Malet hier? Of ik bedoel qua jaren? Ja. Ja, de oudste. De oudste? Heb ik begrepen. Ja. Ik heb ze niet zo bijgehouden, maar toevallig dat ik Karel Jansen sprak en die zei van, volgens mij ben jij degene die het langst überhaupt ooit op mijn netcollege heeft gewerkt. Ja. Nou, gefeliciteerd dan vandaag met dit jubileum. Ja, dankjewel. Dankjewel. Volgende keer ga ik niet meer mee, of niet meemaken, maar dan ga ik het als oud-medewerker meemaken, hoop ik. Dus... Nou, dat kan ook leuk zijn, toch? Ja, zeker. Oké, nou dankjewel en een prettige dag vandaag. Graag gedaan, dankjewel. Nou ja, ik heb mezelf nog niet gevonden, maar ik zie wel allemaal oud-klasgenootjes, heel leuk. Ja. In welke jaren heeft u hier gezeten? Dan moet ik even terugdenken. In 2011, 12 en 13. Ja. Ja. En hoe vindt u het om nou hier in dit gebouw te zijn en toch weer de sfeer te proeven van vroeger? Ja, het is heel anders. Het is een heel nieuw gebouw natuurlijk ook. Dus dat wordt, ja, dat is toch ook wel heel anders. En ik heb nog wel even gespiekt hoor. Of dat het oude gebouw nog enigszins... ik kom hier niet uit de buurt. Dus ik vind het sowieso leuk om hier in Kuik te zijn. En gewoon even rond te kijken. Ik hoor de band op de achtergrond spelen. Dus dat is ontzettend leuk om te horen. Ik heb daar ook heel veel mee gedaan. Kijk, dus ja. Ja, leuk om te zien dat het ook allemaal gewoon doorgaat. Ja. En nog oud-bekenden tegenkomen hier? Medestudenten of oud-leraren? Nog niet. Ik ben echt net binnen. Dus ik ga gewoon kijken wie ik tegenkom vandaag. Ja, hartstikke. Nou, dankjewel. Een fijne middag dan. Ja, van hetzelfde. Dank u. Ja, dat kan ik ook.